Vandaag in de vlog. Wat ik nu toch heb meegemaakt. Laat me eruit. Waar ben je? Waar ben je? Ik zie niemand. En jij wil niet met mij over straat als mijn veters niet cool zitten. 13 opzetstukjes. Krijg je er gelijk altijd een beetje benauwd van. Is leuk toch? Wel voor jou, maar ik vind hem niet. Ja. En ik heb nog een trui gekocht trouwens. Echt een leuk trui. Goedemorgen toppers. Ik heb eindelijk weer eens geslapen. Eindelijk weer eens lekker geslapen. Dus ik hoop dat je ook een goede dag hebt gehad. Ik voel me namelijk echt als herboren. Oh, dit is de laatste normale vlog voordat ik naar Griekenland ga. Er komt nog wel een shoplog als het goed is morgen. Met al mijn kleren die ik heb gekocht voor Griekenland. En ik denk dat mijn slaapproblemen van de afgelopen nacht toch ook wel te maken hadden met de anticipatie. Maar ook wel de zenuwen voor mijn werkantie. Maar dan vooral voor alle dingen die ik nog moest doen voordat ik weg kon. Ja, ik moet nog steeds wel wat dingen doen, zoals mijn koffer inpakken. Misschien moet ik er ook maar gewoon vast een beginnetje mee maken. Gewoon alles wat erin kan, alvast erin doen. Is dat een dom idee? Meestal doe ik het ongeveer een uur voordat ik moet vertrekken. Dat is in ieder geval geen goed idee. Maar ja, ik lag dan toch 's nachts te tobben over, oh, ik moet nog dat, ik moet nog dit. En vooral over die laptop. Dus sinds ik die laptop binnen heb en ik heb mijn software geïnstalleerd en... is echt een last van mijn schouders gevallen. En dat klinkt misschien een beetje overdreven of een beetje aanstellerig. En dat, ik bedoel, ik kan me ook echt heel overdreven druk maken over kleine dingen. Maar in dit geval gaat het natuurlijk gewoon over geld. Want als ik geen laptop heb op mijn vakantie, kan ik niet monteren. Als ik niet kan monteren, dan komen er misschien wel 4 weken geen video's. En dat is voor jullie niet leuk. Ik vind het voor mijn kanaal ook niet leuk. Maar het is ook, ja, betekent ook dat ik mijn huur niet zou kunnen betalen die maand. Tenminste, ik heb wel ergens nog een spaarpot. Maar daarvan ga ik binnenkort het grootste deel overmaken naar de Belastingdienst. Dus ik zat al een beetje in mijn hoofd van... oh, stel dat het nou niet lukt om een laptop gesponsord te krijgen... kan ik er dan toch niet eentje kopen? Maar ja, dat is toch een paar €1000. En ja, verdient zichzelf dat dan wel terug? Maar dat is allemaal de deur uit. En ik denk dat ik daarom nu... lekker heb geslapen eindelijk weer. En ik vind het ook een opluchting dat het Songfestival voorbij is. Nou, als jij dit ziet is het alweer een paar dagen geleden... deze nationale traumatische gebeurtenis. Maar ik vond het al allemaal heel ingewikkeld en veel gedoe... omdat Israël mee mocht doen. Daar was ik het totaal niet mee eens. En daardoor vond ik het ook heel ingewikkeld of ik nou wel of niet ging kijken... en of ik het nou wel kon volgen. En ik wilde er eigenlijk ook niet over vloggen of iets over delen. Want ja. En dan nu ook nog de disqualificatie van onze eigen... kandidaat Joost Klein, dat was wel echt de kers op de taart op een slechte manier. De druppel die de emmer deed overlopen, want het geeft wel, denk ik, heel goed aan dat er iets echt niet goed zit in die organisatie van het Songfestival bij de EBU. Hoewel er op dit moment nog wel wat onduidelijkheid is over wat er nou precies is gebeurd, maar ja, het was hoe dan ook echt een heel vermoeiende, ingewikkelde editie. Met gelukkig wel een heel leuke winnaar. Ik vond Zwitserland heel leuk en heel queer. Dat vind ik eigenlijk een van de leukste dingen van het Songfestival. Waarom ik het ook zo moeilijk vond om het helemaal te negeren dit jaar. Omdat het is ook iets wat... Het is zo'n viering van queer joy. En iets wat ook heel veel vriendengroepen, waaronder de mijne, ook samenbrengt. Om dat samen te kijken en te beleven. Dus dat maakt het allemaal nog wel iets ingewikkelder. Maar goed, het is voorbij. Ik ben nog wel een beetje verkouden, maar ik ben wel voor het eerst in een week ongeveer niet wakker geworden met een bonkend hoofd. Dus. En het wordt ook nog 25 graden vandaag. Jongen. Wat heb ik nou verdiend? Ik hoop wel dat het een beetje gaat regenen de komende weken, terwijl ik in Griekenland zit. Nee, grapje. Pakketjes. Ik had verteld dat gisteren mijn opruimdag was. En heb ik dus niks gefilmd, omdat ik dacht, dan gaat het sneller. En dat ging inderdaad super. Ik heb de hele keuken, allemaal dingen weggegooid, leeggeruimd. Koelkast leeggeruimd, de ramen gezeemd. Toen kwam... Heel leuk. Toen kwam net op dat moment dat ik zo mijn ramen stond schoon te maken... kwam die buurvrouw langs die bij de VVE-vergadering had gezegd... ja, het zou toch wel leuk zijn als iedereen een beetje voor zijn eigen kozijnen en ramen zorgt. Heel indirect, direct gericht op mij. Dus die kwam toevallig langs en die deed zo... Het ziet er echt super mooi uit en ik kan eindelijk weer lekker naar buiten kijken. Ja, het is wel echt heel fijn. Ik heb mijn terras helemaal leeg... Nou, niet helemaal leeggeruimd, maar alle troep die er nog stond, alle... drank die er nog stond van mijn verjaardag. Eindelijk allemaal ja, weggedaan wat over datum was, in de koelkast gedaan wat nog goed was, naar de supermarkt gebracht, naar de glasbak gebracht. Echt een zeer succesvolle opruimdag. Ik denk dat ik wel 5 vuilniszakken vol troep heb weggedaan. Heerlijk. Dus, een goede reden om weer wat nieuwe troep in huis te halen. Wat heeft hij nou weer gekocht? Waar zou ik eens beginnen? Het zijn allemaal dingen voor mijn vakantie natuurlijk. Werkkantie bedoel ik. Ik vind 3 weken net iets te kort om te zeggen dat ik op reis ga. Ik vind op reis gaan, dat heb ik toch wel over maanden, vind ik. Maar vakantie, ja, dat is gewoon niet waar. Ik ga gewoon iedere dag werken. En workation werkt eigenlijk veel minder goed dan werkkantie. Wat hebben we hier? Het is een laptop standaard. Ik heb erover getwijfeld of ik dit wilde, of ik dit nodig had. Want ik heb dus een laptop met een behoorlijk groot scherm, dus ik zal niet helemaal zo... Ja, het zou net... Stel dat ik toch op een gegeven moment een beetje pijn in mijn schouders, pijn in mijn rug krijg, of ik zit achter een tafel die net te hoog of te laag is, dan is het misschien toch wel fijn om iets te hebben. En kijk, deze is super vouwbaar. Zo opvouwbaar dat ik hem nu best moeilijk vind om hem uit te vouwen. Oh, hop. En hij zou geschikt moeten zijn voor mijn grote laptop. Hij is makkelijk verstelbaar. Hij is niet super mooi, maar hij is gewoon wel vrij onopvallend. Die heb ik. Neem ook mijn muis en mijn toetsenbord dus mee. Kijk hoe klein. Wat zo in je rugzak? Nou, er zit zelfs een opbergzakje bij. Die is van het merk Dutch One. Ik had weer natuurlijk redelijk weer wat research gedaan en reviews gelezen. En deze kwam behoorlijk goed uit de tests. Hoep. Ik hoop die bevalt. Wat is dit dan? Oh ja, nou, een beetje dezelfde categorie. Een hele grote muismat. Dit is dus echt het resultaat van dat ik vorig jaar na de vakantie wat notities heb gemaakt van dingen die wel heel goed bevielen en dingen die minder goed bevielen. En ja, wat minder goed beviel was de werkplek die ik daar had. Want ik zat aan de keukentafel met ja, best wel ruw hout. Of ik zat aan de tuintafel met van dat glas. Met een beetje van die bobbels zo erin. En mijn muis, op allebei die oppervlakte werkte mijn muis niet zo goed. Dus dan ja, zat ik soms op een Donald Duck of zo te werken. Maar ik dacht, het is ook wel lekker om even een soort... een werkblad te hebben waar je dan je toetsenbord en je muis en je armen zo lekker erop kan leggen. Dat er iets meer, ja, geeft iets meer comfort tijdens het monteren. En dit jaar ga ik heel veel monteren. Dus ja, die past ook nog wel in die enorme koffer van me, denk ik. Muismat. Handige, maar saaie dingen. Ik hoop dat dit ietsjes leuker is. Oh ja, nou, dit is wel ietsjes leuker. Een nieuw baardtrimmer. En, want zo begon deze zoektocht hier eigenlijk naar... Mijn baardtrimmer was wel eens aan vervanging toe, want af en toe dus zijn een paar van die dingen afgebroken waarmee je zeg maar de afstand, nou ja. Maar het begon er eigenlijk mee dat ik een betere neushaartrimmer zocht. Kijk, deze kwam overal, internationaal, goed uit de tests. Oh, hij is wel leeg. Dat is dus een all-in-one trimmer met maar liefst 19 settings voor de lengte, zelfslijpende messen en 13 opzetstukjes. Krijg ik er gelijk altijd een beetje benauwd van. Zoveel opzetstukjes. Oh, deze is wel... Dit is wel een verstelbaar opzetstukje, dus dat is handig. En die gaat tot 3. Mijn baard is 3,5. Oh. Nou ja, 12 mm, 16 mm. Nee, dat is overdreven. 9 mm. Oh, deze is 3, 4, 5, 6, 7. Oké, dit is echt... Dit is mijn opzetstukje. Oké. Top. Deze zijn voor je body. Deze weet ik even niet waar dit voor is. En dan is hier waar het eigenlijk allemaal om begon. Oh, hoe moet dat dan? Dat ook af. Oh, zo. De neushaartrimmer. Nou, zo gelijk even opladen. Zit er ook een oplader bij. Ja, doe maar. En een hoesje om hem mee te nemen. Nou, van dat ene opzetstukje zou ik nog graag willen weten wat het dan is. Er zit ook nog een soort beschermdingetje op. Is het voor je schaamhaar? Of zo. Durven ze dat niet in de gebruiksaanwijzing te zetten? Oh ja, hier staat het trouwens. Okselhaar en borsthaar. Oftewel, schaamhaar. En door dit beschermstukje kan er dan kan het mesje niet direct in je balzak snijden. Dus dat is wel heel prettig. En hij kan ook nog eens onder de douche. Nou, fantastisch. En hij is ongeveer 2 keer zo licht en 2 keer zo klein als degene die ik nu heb. Het is de Philips All-in-One Trimmer 7000 Series. Linkje staat in de beschrijving. Tijd voor koffie. En ik ga hem opladen, dan kan ik gelijk mijn baard een beetje doen straks. Nog een oplader. Oh, ik moet eigenlijk weer die dingen labelen. Daar was ik ooit zo goed mee begonnen. USB-A. geen bonen malen vandaag in de vlog, want ik had stiekem vanmorgen al koffie gezet. Ik heb namelijk al lekker een paar uur zitten werken vandaag. En dat is fijn, want nu begint de zon door te breken en ja, is toch wel lekker om even naar buiten te gaan. Mika vroeg of hij langs mocht komen of hij wilde samen met mij in Utrecht iets gaan kopen, gaan winkelen. Of ja, iets van kleding of zo. Dus nou, hij ligt natuurlijk nog te slapen. Maar ja, hij zal zo wel laten weten wat we gaan doen. Maar het lijkt me gezellig. Ik had in eerste instantie zo die eerste week voordat ik op vakantie ga. Ja, sorry voor deze obsessie hoor, maar ik vind het gewoon nog steeds 3 weken gewoon nog steeds moeilijk te overzien. Ik had in eerste instantie deze hele week een beetje leeg gehouden om nog wat dingen te regelen. Maar in principe is nu alles geregeld, dus nu denk ik ja, om nou de hele dag thuis te gaan zitten, terwijl alles is geregeld, hoeft ook weer niet. Dus misschien gaan we zo eventjes naar Utrecht. Ja, het zal wel druk zijn op zondag met dit lekkere weer. Trouwens, de lekkage in mijn wc. Ik weet eigenlijk niet wat het laatste is wat ik daarover heb verteld. Maar uiteindelijk hebben ze ontdekt waar het lek zat, namelijk in een leiding 2 verdiepingen boven mij nog. Dus het is niet eens het is helemaal niet de schuld van mijn bovenburen en eigenlijk ook niet echt van de bovenbovenburen. Ze hebben het nu tijdelijk opgelost door het water af te sluiten van die bovenste buurvrouw. Dat is natuurlijk heel erg vervelend voor haar. Maar ja, dat betekent wel dat de lekkage is gestopt bij mij en bij mijn bovenburen. Maar om het echt goed op te lossen moet haar hele vloer eruit. En ze heeft een heel mooi houten vloer, dus dat vond ze nogal een drempel. Maar ja, dat is de enige optie. En bij mij is dus, nou goed, het lek is dus gestopt, het is niet meer nat. Het is nu aan het opdrogen. En hoewel het schoon water was, het was geen afvoer van de wc, maar het was de aanvoer. Hoewel het schoon water was, meurt het alleen echt verschrikkelijk. Echt heel gore, muffe. Ja, toch wel een beetje alsof iemand een heel gore scheet heeft gelaten in je wc. Dus iedere keer als er iemand bij mij nu naar de wc gaat, moet ik zeggen, trouwens, die muffe lucht, dat is van de lekkage. Nou, er zijn nog geen gele vlekken, maar ja, die komen natuurlijk wel. Op naar Utrecht! Zit een gaatje. Oh, hier is een groot gaatje. Toch liever een groot gaatje. Nou, Mika is er al, zei hij. Hey. Er gaat helemaal geen trein om. Welke dag heb jij gekeken? Oh, heb ik net gemist of niet? Ja, 6 uur. Oh, flappie. Hij zit helemaal los. Dus je doet het? Nee, echt niet. Is het wel niet lekker? Vast hoor. Oh. Ja, nu trek ik ze los van jou. Nou, dat is lekker dan. Maar je moet deze weer uithalen. De uithalen? Ja, zo. Maar wil je ze strak of wil je er een beetje los? Dat moet je doen, dat is echt stoer. Anders ga ik niet meer zo rondlopen door de stad. dit is het. Cool. Dat is toch. Oh ja. Ja, dit was gewoon goud. Het is heel dom om vies te maken, want het krijg je dus niet meer uit, zeg maar. Nee. Even een tip van Mika. Oké. Okay. Dat is trouwens echt geen tip. Ik heb geen idee wat. Ik weet niks van sneakers. Ja, maar jij. Nu moet ik dit helemaal voor je gaan doen, alsof ik een of andere bediende ben of zo. En jij wil niet met mij over straat als mijn veters niet cool zitten. Je moet het leren. Je hebt echt een lange veter. Dank je. Wat heb je nodig? Een vest. Waarom wil je een vest? Het is 25 graden. Het is handiger dan dat het, een jas vast een keer gaat regenen ofzo. Als een soort zomerjas? Ja. Oh ja. Hoef ik geen jas te kopen. En bij Pull&Bear hebben ze goede vesten? Nou, ik neem aan van wel. We gaan even kijken. Welke kleur moet die zijn? Grijs. Grijs? Is dat je nieuwe... Kom nou maar gewoon. Ik heb vlog-edit. Maar ja, dat is je werk, was je vergeten. Kijk, dit staat super met dit, staat super met dit. Is leuk toch? Wel voor jou, maar ik vind hem niet... Nou, wauw. Voor Griekenland? Ik heb alleen net echt heel veel kleren gekocht. 22 euro. Dat is wel een beetje dik. Nee, ik krijg er warm van. Echt leuke kleren bij de Bershka. Oh, ik snap het niet, maar ze hebben echt geen vesten. En bruin is zeker niet echt... oh. Mika, dit is wel een vest. Dus er staat XXL, maar hij voelt niet echt groot. Toch? Dit is ja, perfect de kleur ook. Echt? Ja, dit is letterlijk de kleur die ik wilde. Oh, dan heb je 3 tinten grijs. Oh, dat is wel lekker baggy. Ja, het gaat net een beetje ver. Nou, er is er net echt eentje. Maar de H&M hebben ze ook gewoon een heel hilly. 100%. Mika gaat ketting kopen. Met of zonder het zwarte hangertje? Met. Cool. Heb je eigenlijk een tas? Nee, hè? Nice. Nog een tas. Neem jij ze mee dan? Maar ja, dan moet je niet vergeten. Nee. Je vergeet het niet, toch? Ik doe zo even in mijn zakje. Oh, kijk hoe goed die staat. Kijk even in de spiegel. Rock Forever 21. Wat wil je, appelsap kind? Ja, ga jij eerst maar iets kiezen. Dat is een... Oh. Appelsap kind. Waarom is dit geschud? Weet ik niet. Ik trakteer wel hoor. Hij zit me in de dat ging je al vanuit natuurlijk. Hij zit me in een snoepmomentje. Heb je dat in de smietel? Wat is een culotta? Dat is echt niemand. Op zich iets meer koffie zou ik nog wel aankunnen. Ja, ik ook. Oes. Ik drink koffie elke dag nu. Dat is goed voor me. Oké. Okay. Nee, weet je waarom? Om wakker te worden. Ik drink dus elke dag dan meestal Americano of cappuccino. Zo. Vind ik lekker. Maar dit is gewoon echt... Dit is ook niet zoet hè, dit is gewoon... Koude koffie. Wel lekker. Wat? Dit iced Americano is gewoon koude koffie. Ja, oké. Maar ik weet niet of ik daar zin in heb. Oké, dus jij hebt die? Ja. Maar dat is gewoon normaal ijs. Lil bro. Had je medium of small? Medium, dat is echt groot genoeg. Oké. Heb jij gewoon koemelk gedaan? Halfvolle. Goeie melk. Ja, deze. Oh ja. Dat is wel lekker. Maar... Ja, ik wil echt die. Dat is echt lekker hè? Wil je slagroom op je hoofd? Nee. Kosten. Zo is het wel genoeg geweest hoor. Wat? Deze bril zegt, maakt mij echt duizelig. Hoezo? Een beetje wazig. Krijgen we dan een nummertje? Ja. Het duurt heel lang voor het bonnetje. Dat is voor de pas. Nee, dit niet. Ik mag geen bon. Hoe is het gegaan met het vestenshop, Mika? We hebben niks, maar we hebben wel een dikke chain. Zeker, dikke chain. Van de H&M. Echt een leuke. Ja, verkeerd op. Verkeerd op. We hebben nog even lekker kip gegeten bij de, zoals sommige mensen zeggen, KFC. En ik heb nog een trui gekocht trouwens. Echt een leuke trui. Ik had een hele mooie lila trui van Nike. Die heb ik allemaal vlekken opgemaakt de afgelopen week. Ze zijn er niet meer uitgegaan. Dus ik heb een nieuwe Nike trui gekocht. Voor Griekenland, voor als het koud wordt. Ik weet waarom ik die magazine heb gekocht. Wat zei je? Puur omdat er een knappe jongen op staat heb je die magazine gekocht. Ik denk dat ik zo oppervlakkig ben. Yep. Klopt. Hoe was de shopping sessie? Nice. We hebben echt veel winkels gezien. Jawel, heel hoog Katarijn heeft het doorgelopen. En leuke sneakerwinkels. Zeker. Wat zijn nu, welke sneakers wil jij weer? Jordan 4's. Hè? Jordan 4's. Oh ja. Breng ze gewoon in beeld. Gewoon zo'n plaatje, toch? Kan je wel is goed. Je zoekt gewoon op Jordan 4's. Met die gouden... Bijvoorbeeld. Maar hoe duur zijn die? 320 euro. Ai. 320. Maar toen kwamen we bij de sneakerwinkel, toen zei hij... Hoe duur heb je ze gezien? We gaan er wel onder zitten. Hij wilde er voor 310. Voor 310, nou prima. Maar goed, die hebben we dus niet gekocht. Nee, dat is wel heel goed. Moet je even sparen. Vest viel nog niet mee. Hoe bedoel je? Om een vest te vinden. Nee, blijkbaar hebben ze dat dus niet echt vaak. Echt maar, niet de tijd van het jaar? We hebben het dus gevonden. Alleen, ik heb al een zwarte, dus dat heb ik niet nodig. En ze hadden niks anders, alles wel uitverkocht. Ja. Beetje zonde om te doen. Ja, maar ik ben wel geslaagd. Dat was eigenlijk niet helemaal niet voor jou bedoeld. Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar het was echt een hele leuke, lekker kleurtje ook. Ja, echt blij mee. Ik heb ketting gehad. En jij bent ook nog wel geslaagd. Want... Ik heb nog wel iets gehaald, zeg maar. Zo even hele close-up. 3 kettingen. Deze. Ja, die is mooi. Die hanger. Ik weet niet of jij kan even zo zien. Hieronder gewoon een simpele. En die is iets best wel... Sticker, toch? Ja. Het is wat kleiner en best wel... En deze hele dikke. Maar die draag ik waarschijnlijk toch niet, maar ik heb hem wel. Kun je je fiets mee vastzetten? Ja. Dat was zijn grap. In mijn band even doen. Ja. Dat is dus credit naar mij. Nou, gelukkig, want het was ook zo, het is ook zo lullig als je de hele dag gaat shoppen en je hebt niks. Toch? Precies. Maar je bent gewoon... Je bent niet zuinig, maar je bent wel zorgvuldig met je geld. Zeker. Vond je het gezellig? Zeker. Oh, ik ook. Lekker kip gegeten? Ja, zeker. Dat was lekker. Lekker kip. Nou, tot de volgende keer. Dag. Ik ga hem even naar huis brengen. Dag. Zo, wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik ben er helemaal een beetje trillerig ervan. Ik ben echt een beetje geschrokken. Mijn tv gaat ineens aan, maar het komt omdat ik... Dat is niet een geest, maar mijn reet op de afstandsbediening. Ik was Mika naar huis brengen. Ik kreeg nog een heerlijke gin tonic van Martijn. Ik ga vanaf morgen eventjes een weekje niet drinken. Even detoxen voordat ik naar Griekenland ga, want daar zal het ook, mag het even heel gezellig met Martijn zitten kletsen. En toen fiets ik naar huis en ik loop mijn appartementencomplex binnen en ik hoor ineens zo keihard gebonk. Ik denk, is er nu op dit tijdstip, het is 9 uur 's avonds, is er iemand aan het verbouwen? Of wat is er voor een bonk? Nou goed, ik heb mijn AirPods in, ik loop verder naar mijn huis, ik hoor nog eens kruk. Laat me eruit! Echt een vrouwenstem in de verte die roept, laat me eruit. Wat gebeurt hier? En echt een woedende stem. Dus ik loop toch maar weer terug. Ik zeg, hallo? Toem, laat me eruit! Zeg maar, waar ben je? Ik zie niemand. En er is onder ons gebouw nog een soort van kelder met alle kranen zitten en de... Nou ja, Een soort heel spooky ding. Dus ik denk, zit iemand daarin? Waarom zit hij daarin opgesloten? Wat gebeurt hier? Ben ik dit aan het hallucineren of zo? Dan zegt ze, tom, laat me eruit. Ik ben bij de bergingen, Nou, ook onder ons gebouw, aan de andere kant, zitten de bergingen. En tot voor kort waren die gewoon open. Zeg maar, iedereen kon er gewoon inlopen. Ja, ik bedoel, de bergingen zelf niet, maar de gang daar naartoe was gewoon open. Maar er zijn de laatste tijd wat inbraken geweest. Heeft ook iemand bij mij geprobeerd mijn bergingen open te breken, waar ik erg om moest lachen. Want ik zou echt, please, neem al die troep mee. Neem het mee. Haal mijn berging leeg. Maar bij iemand anders hadden ze volgens mij een fiets gestolen. Dus dat is iets minder fijn. Dus sinds kort hebben we daar een hek. Een stevig hek. Wat iedere avond op slot gaat. En we hebben afgesproken met elkaar een soort van... rond 9 uur. En wat er nou... Ik weet precies wat er is gebeurd. Maar die vrouw is dus... haar fiets gaan wegzetten in de berging... of iets gaan doen in de berging. En daar is een tijdje gebleven. Toen is er een andere attente buurman of buurvrouw gekomen. Die heeft gedacht... oh, het wordt wel eens tijd om het hek van de bergingen dicht te doen. Die heeft dat hek op slot gedaan. En die heeft gewoon de buurvrouw opgesloten. En die heeft daar een half uur gestaan... en staan bonken en staan roepen. En ik kwam er dus aan... Ik dacht, met mijn sleutel, ik dacht, oké, ik ga je bevrijden, ik ga je bevrijden. Maar ze werd woedend ook op mij. Dus het was gewoon haar, en ze zat helemaal, tot hier. En ja, het ergste is nog, ik vertelde vanmiddag over die lekkage bij mijn bovenbuurvrouw, waar nu al een week het water is afgesloten. Dat is zij dus. Oh. Ja, ik heb toen uiteindelijk, ik kreeg hem dus met mijn sleutel ook niet open. Dus blijkbaar was er iets geforceerd in het slot. Misschien had zij zelf staan rammelen, wat ik ook wel goed snap. Uiteindelijk heb ik de soort beheerder gebeld en die heeft met een flinke trap dat hek open gekregen. En toen werd ze, tegen hem werd ze helemaal woedend, omdat hij dat hek heeft gemaakt. Dus het is allemaal zijn schuld. Ik zou het ook heel vervelend vinden. Ik zou denk ik ook wel geïrriteerd zijn. Maar zo boos op mensen die er eigenlijk toch waarschijnlijk niks aan kunnen doen. Ja, ik schrok er een beetje van. Maar goed, het hek is weer gerepareerd. Hij kan weer op slot en hij kan ook weer open. Ook wel belangrijk. Nou, morgen is er nog een heel leuke shoplog met al mijn kleding voor Griekenland die ik heb gekocht. Maar dan volgende week is er even een weekje niks. Een week geen vlogs. 5 dagen lang. Geen video's. Helemaal niks. Want dan ben ik in Griekenland en dan ben ik ondertussen veel aan het filmen, lekker aan het monteren, aan het uploaden en dan vanaf de maandag daarop. Dus dan hebben we het over 27 mei. Vanaf dan zijn er video's vanuit Griekenland. Tenminste, het begint natuurlijk met de reis naartoe vanuit hier. En dan lig ik misschien wel aan het eind van die vlog, lig ik heerlijk in het zwembad. Hoewel het zal 's avonds nog wel een beetje fris zijn. Ik kan niet wachten, maar ik moet wel nog even wachten. Ik ga pas over een week. Jij moet dus ook nog een week wachten. Wel zo eerlijk eigenlijk. Duurt voor ons allebei nog een week. Dankjewel voor het kijken en tot morgen bij de shoplog. Kijk maar even. Doei! Wil jij nog iets zeggen? Ja, de buurvrouw. Oeh. Bij de buurvrouw opgesloten. Hè? Dat heb ik dit gedaan. High five. Kijk maar even lekker. Hè? Oh, lekker. Doei. Mika, unt u pinnen? Este, lus, ublieft, bi, kios?